Leon, bedankt dat je tijd voor ons kon vrijmaken om met ons te praten. Het was maar wel een drukke transferperiode zo, of niet? Ja, dat zijn altijd intensieve fases in het seizoen. Begin van het seizoen is zo'n periode en dan in de winter ook. En voor de beeldvorming, voor de mensen, dat begint vaak ergens in november eigenlijk al wel, denk ik. En dan merk je gewoon dat heel de markt, dat de zakennemers en agenten weer contact gaan opnemen. En dat is gewoon, ja, daar kun je heel de dag mee bezig zijn. Maar daar hebben we wel iets op gevonden eigenlijk, want we hebben eigenlijk heel snel gekeken naar wat wij nodig vonden om die groep binnen de mogelijkheden een stapje te laten verbeteren. Zonder gekke dingen te doen. En daar zijn wij bij twee functies uitgekomen, twee posities. Eén is controlerende middenvelder. En het andere was gewoon voorin een aanvaller, in ieder geval met snelheid. En dat betekent dat we eigenlijk twee vragen hadden. Nou, dan werkt het in onze branche zo dat er er zijn heel veel makelaars en heel veel mensen die agenten zijn. Als je lang in die voetballerij zit, dan weet je een beetje met wie je kunt samenwerken. En met wie niet, dat is ook zo. In dat netwerk waar je mee kunt samenwerken met de agenten, betekent gewoon dat je die vragen al vroegtijdig uitzet. En dat betekent dat je ook vraaggestuurd eigenlijk werkt. En dat je niet allerlei posities en allerlei namen krijgt op je wilt ze gek niet weten, maar gewoon heel gericht. En dat reduceert in ieder geval heel veel werk. Want iedereen die gewoon met een speler komt, wil je toch ook weer netjes gewoon terugbellen, aannemen, de telefoon, reageren. Mensen die niet in de voetballerij zitten, die zou het een keer mee moeten maken om te weten hoe dat gaat. Elke dag krijg je wel, of het nou Miguel is als trainer of ikzelf, krijg je gewoon allemaal berichtjes van mensen die je gewoon niet kent. Uit allerlei landen. Die de meest goede en geweldige spelers hebben. Ja, en dan moet je wel ervoor zorgen dat je niet in de war raakt en gewoon die probeert te vinden die je nodig hebt. En dat is niet altijd makkelijk, want het voorbeeld van Christian, dus die heeft de functie ingevuld eigenlijk van zijn aanvallen voorin. Ja, die hebben we eigenlijk pas op het laatst dat die echt in beeld kwam. Dus je zoekt je wel, je zet je markt uit, je gaat zelf natuurlijk kijken naar wie je graag zou willen hebben. Maar eigenlijk pas net voordat we hem binnen konden hengelen, toen kwam hij pas in beeld. En je weet nooit precies hoe dat gaat. Want het kan best zijn dat hij merkt, een speler, dat hij bij een bepaalde club gewoon niet aan spelen toe komt. Dat kan gewoon in één keer na een week kan dat veranderen. En als dat is, dan hebben ze zoiets van misschien gaan we ergens anders spelen of kan hij naar mijn zin. Of wat betekent dan de club waar hij vandaan komt? Wat vinden zij ervan? Nou, en zo is het toen met Christian gebeurd. Ja, en met Sehir is eigenlijk de andere speler die we hebben binnen hebben gehaald op de positie die we als controlerende middenvelder wilden. Ja, daarnaast hebben we ook nog Jamilio Pinas en Sefik Abali binnengetrokken. Christian Conte en Ersin Sehir heb je al benoemd. Hoe was het om die jongens binnen te halen en was het moeilijk om ze te overtuigen hier te komen spelen? Ja, dat laatste eigenlijk niet. Dat heeft ook te maken met het verhaal wat we hebben. Het klinkt raar als je zo laag staat, maar dat hoort ook bij het verhaal. Je moet gewoon ook eerlijk zijn waarom dat we eigenlijk zo laag staan. Hoe we daar in ieder geval naar kijken. Hoe we zijn begonnen in het seizoen en wat we misschien beter hadden kunnen doen. En dat we dat nu een klein beetje willen herstellen en de reis die we willen maken naar 5-26 om ervoor te zorgen dat we daar structureel onze sportieve prestaties verbeteren met letterlijk een top 6 positie, dan is er nog echt heel veel te doen. Dus je moet gewoon een eerlijk verhaal hebben. Nou, Miguel Santoni is ook een trainer waarvan spelers heel snel in de gaten hebben of al weten wie hij als trainer is, hoe die werkt, hoe die met jonge mensen omgaat. Dus dat heb ik eigenlijk niet gemerkt van dat het heel moeilijk is. De twee die ik net heb genoemd, die hebben we gericht gezocht. Sefik die kwam op het laatst kwam eigenlijk in beeld via onze contacten nu ook in Turkije. Dat heeft ook te maken met onze Turkse investeerder. Dan kom je ook weer in een circuit waar ook goede makelaars zitten. Nou, dan maak je weer elkaar gebruik van elkaar netwerk. En dat is gewoon een jonge, talentvolle speler waarvan we eigenlijk al een soort van stap maken in de toekomst. Die bij ons de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. En misschien gaat dat snel en misschien heeft dat wat tijd nodig.
Als je uit een ander land komt waar meestal de zon schijnt en je moet dan in een land komen waarbij het in ieder geval nu regent, dan vergt het wat aanpassing, ergens anders wonen. Dat is een jong, dat komt vanzelf. Turks International, Jeugd International. Dus het biedt een toekomstperspectief. En Jamilio, ja, die kwam in één keer op het toneel, hebben we mee gesproken. En nou, die, zoals we weten, was hij geblesseerd. En het gesprek was goed. En normaal gesproken als een speler zoals hij, zo talentvol, die ook nationaal jeugdteams heeft gespeeld en bij Ajax is opgeleid. Normaal gesproken maak je de volgende stap naar een positie bij een club die hoger staat waar wij niet staan. Maar het gesprek dat verliep van beide kanten zodanig goed en gevoelsmatig goed dat hij wel oor had om bij ons te komen spelen. En toen hebben we hem laten testen door onze clubarts. Kijken hoe lang is die periode. Als dat heel lang was geweest, dan was maar de vraag of dat we met elkaar zouden gaan werken. Maar onze dokter die gaf een bepaalde periode aan waarvan wij dachten van, nou, dan gaan we in de laatste fase van het herstel gaan we hem helpen om echt wedstrijdfit te worden. En we gaan ervan uit dat dat lukt. Dat ziet er goed uit, maar dat moet wel goed worden begeleid. En als dat goed is, dan gaan we ergens begin april zorgen dat hij dan zijn contract tekent. En die voorwaarden hebben we al afgesproken. Dus dan is het een kwestie van, we geloven in dat hij fit is, 1 april. En dan hebben we een talentvolle speler, maar we eigenlijk ook dan al anticiperen op het nieuwe seizoen met hem. Ja, en naast die nieuwe spelers die zijn aangetrokken, hebben we ook een paar contracten verlengd. Jari Schuurman, die zat al bij de selectie, is verlengd. Was het lastig om hem hier te houden of wilde hij heel graag blijven? Ja, de laatste. Dat heeft hij ook uitgesproken. Echt prachtig dat hij het enorm naar zijn zin heeft. En dat hij ook gelooft in de plannen. Op de korte termijn, hoe de staf bezig is om ervoor te zorgen dat we prestaties daarin verbeteren. En het seizoen zelf wel niet goed is geweest. Ja, en toch zie je dat zo'n speler. En Jari is gewoon een mooie eigenwijze gozer. Die niet zomaar ergens ja tegen zegt. Dus het feit dat hij dat zei, geeft een beetje aan dat hij naar zijn zin heeft. En dat hij gelooft in dat we die lijn inzetten wat we nu doen zijn. Dat is voor de buitenwacht nog niet vaak zichtbaar. Maar dat is wel een belangrijk signaal ook voor ons. Jari is gewoon een hele talentvolle, goede speler. Die iedereen verwacht dat en hij zelf ook, denk ik, op dit moment gewoon eigenlijk al ergens op een hoger niveau zou spelen als wat hij nu doet. Dus het is mooi dat we hem lange tijd hebben kunnen binden. Kijk vaak in zo'n periode, je moet eerst gewoon eens kijken ook wat je hebt. En waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Nou, dan is met Jari een mooie stap. En dat geldt hetzelfde voor de andere twee. Voor Jirayli en voor Anouar El Azouzi. Dan kun je ergens anders naar kijken en heel veel geld tegenaan smijten bij een speler waarvan je denkt dat hij nu meteen de prestaties gaat verbeteren. Maar vaak is het zo dat spelers die in de winter gaan komen, als je dat niet zorgvuldig doet en je gaat mee met de waan van de dag, ja, er zijn spelers die zitten ergens anders ook op de bank. Hebben dan niet gespeeld, raken dan vaak geblesseerd. Nou, dan kun je terugkijken bij heel veel ploegen die dat doen. Dat is vaak gewoon weggegooid geld. Ja, en naast die spelers die we binnen hebben gehaald en waarvan we contracten hebben verlengd, zijn we ook iemand kwijtgeraakt. Namelijk Nicolas Agrafiotis, die is naar Excelsior. Schrok jij ervan dat hij die ook gaat doen, maar of al langer bij jou bekend? Nee, zijn contract liep af. Dus wij zijn hier begonnen met een nieuwe staf. Ik ben nieuw, dan moet je aan elkaar wennen. Dan ga je een nieuwe selectie samenstellen. Dan zijn er ook spelers waarvan de contract aflopen. Ja, dat is ook een van de dingen waar we intern wij heel goed ook van geleerd hebben. Dat continuïteit, langer met elkaar samenwerken, dat heel belangrijk is. Want ja, als je in het begin komt en er komt dan een speler, in dit geval met Nikos, en zijn contract loopt af en ze vragen dan in dit geval aan mij of aan Miguelen. Mag ik zelf voor mezelf praten, moeten ze een contract al wel of niet verlengen? Ja, ik kan geen zinnig woord vertellen na 2 maanden. Dan zeggen we, ja, dat moet je meteen doen. Ik zelf vind dat onverantwoord opportunistisch gedrag. Zeker ook in hetgene zoals we het seizoen zijn begonnen. Hij scoorde bij Ajax toen 2 goals.
Vervolgens hebben we als club hadden we een goede fase. Toen werd het natuurlijk veel minder. Hij is geblesseerd in de voorbereiding, ik kan me nog herinneren. Waar we hem niet echt hebben kunnen zien in de samenstelling van die selectie. Ja, daarna zijn we met twee spitsen gespeeld, dat klikte niet helemaal. Dan zijn we teruggegaan naar met drie. Hij is ook op de bank gekomen. Nou, dat is best wel lastig om dan in te schatten om dan al een contractverlenging te gaan doen. Terwijl je potentie ziet en tegelijkertijd, doordat je net met elkaar aan het werken bent, hebben wij ervoor besloten om dat in het begin niet zomaar te doen. En dan is een spelertransfer vrij, dat is ook een keuze. En is het mooi dat je in de winter hij de stap kan maken naar een andere club. En wij daar ook gewoon een transfersom voor ontvangen. Ja, en als dat nog niet genoeg was, als we als kerst op de taart ook nog, nou ja, je hebt het ook aan, de nieuwe kleding van Capelli Sport. Ja, mooi hè? Ja, alle credits naar de commerciële afdeling en naar Hans die daarvoor hebben gezorgd. De vorige kledingsponder was ook hartstikke prima. Ik denk dat Dordrecht er ook met trots dat merk heeft gedragen. En maar op een gegeven moment hoorde ik van dat er een andere kledingsponder zou kunnen komen. Ja, Capelli Sport is wel een heel groot merk. Mensen als die eens een keer googlen en kijken wat Capelli en Capelli Sport allemaal is. Waar men zit en wat men allemaal doet. En waar men voor staat. Dat is wel heel cool. En als je dat dan verbindt inderdaad aan wat wij nu en richting 526 voor plannen hebben neergelegd en voor ambities hebben uitgesproken. Wat we dan van het FC Dordrecht Energiek Dordt hebben genoemd. Ja, dan past dat heel mooi. En dan kun je ook met zo'n partij, kun je ook ja, meteen dat mooie logo van Energiek Dordt met FC Dordrecht verbinden aan Capelli Sport. Ja, en als je dan zit op voeding, of je dan zit op bewegen, of je dan zit op bewustwording en verantwoordelijkheid, op coaching. Allemaal wat in die sport, wat Miguel en zijn staf met die spelers aan het doen is, die kennis wij straks weer verder gaan brengen. Wij voor amateurverenigingen straks, zal binnenkort wel naar buiten komen, ook met een plan komen om daar hen te gaan helpen op vragen, op training geven, op prestatieverbetering, op ontwikkeling, op voeding. Je kunt het echt niet bedenken, dat heeft hier allemaal mee te maken. Ja, dan kun je ook mooi in dit geval Capelli Sport daar weer aan verbinden. Want ja, het is niet alleen maar een kleding wat heel lekker zit en wat er ook mooi uitziet, maar het staat ook ergens voor. En dat vind ik zelf echt heel mooi als die combinatie wordt gemaakt. En ja, er is heel veel nieuwe ideeën en initiatieven met elkaar te bedenken. Ja, als ik je zo hoor, ben jij dus best wel tevreden over deze wintertransferperiode. Klopt dat? Nou ja, in die zin is dat, er is eigenlijk best wel, als we het nu zo over hebben, besef ik eigenlijk nog veel meer. Er is best wel veel gebeurd, terwijl we eigenlijk midden in het seizoen, toen het zo slecht ging, hebben we eigenlijk gezegd van we gaan niet in één keer in de winter helemaal stomme dingen doen. Weer alles in één keer overhoop gooien, weer een stuk of 8 spelers van heinde en verre, links en rechts, binnen laten fietsen. Ik geloof daar niet in. Zeker niet als je met nieuwe mensen, met een heel nieuwe selectie, eigenlijk nog maar net een half jaar samenwerkt. Er gaan heel veel dingen gaan niet goed. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn, dan sta je daar niet. En dan moet je dus zien te herstellen. Nou, dat herstellen dat doe je niet zomaar midden in het seizoen met gekke dingen gaan doen en heel impulsief. Dus moet je gewoon kritisch zijn intern, de waarheid zeggen tegen elkaar. En als het minder gaat, ervoor zorgen dat je. Dat je juist dingen met elkaar gaat doen om het op te lossen. dus als je dan kijkt naar wat we zochten, gewoon twee posities. En als dat gelukt is, dan zijn we tot op heden zijn we er zeker tevreden over hoe we met Ersin en met Christian dat in hebben gevuld. Ja, als je dan ook nog kijkt dat je gewoon midden in het seizoen ook al je eigen spelers alvast contract kunt verlengen, ja, daar heb ik bij sommige clubs meegemaakt dat niet kon. Dat pas aan het einde van het seizoen kon. Waardoor het ook kan zijn dat El Azouzi bijvoorbeeld vertrekt naar een andere club. Want die is gewoon gratis dan op te halen. Nou, daar hebben we goed op geanticipeerd. Of dat Jari weggaat, of dat Jari Luwiels gratis voor niks wegloopt. Dus we zijn er best wel tevreden over, maar ja, je moet niet te snel tevreden zijn in het voetballen. Het moet en het kan altijd beter. Ook van die laatste window moeten we weer van leren hoe dat is gegaan.
Maar al met al denk ik dat, dat we er in ieder geval niet ontevreden over kunnen zijn. Nou, bedankt voor je verhaal en voor je tijd. En nog een fijne dag. Ja, nou, jullie bedankt.